zijn in de Sobo-winkel. Voor mij Albert Bons, vicevoorzitter van het Sobo. We gaan het afscheid nemen, meemaken van Harry Visser. Albert, eerst even terug naar het Sobo. Wat is dat voor organisatie? Het Sobo is het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties. En dat is ongeveer opgericht in 1985. Met wat voor doel? Dat voor doel is dat we niet als onderlinge bewonersorganisatie, als er een stedelijk iets speelde, daartegen te ageren, maar het samen daartegen ageren, zodat we sterker stonden. Ja. Nou noemde ik je vicevoorzitter, dat ben je ook. De echte voorzitter, Harry Visser, is er nog niet. Wat is er met Harry aan de hand? Nou, Harry is in maart ernstig ziek geworden en heeft toen in juli aangegeven dat hij ging stoppen. Maar wij hebben eerst de gedachte van om goed afscheid te nemen. Wachten we tot hij zo redelijk hersteld is dat hij ook in staat is om afscheid van hem te kunnen nemen. Nou kennen we je als voorzitter van de bewonersvereniging Schiedam-Zuid. Wordt het niet een beetje veel allemaal? Ja, daarom ben ik ook geen kandidaat om voorzitter te worden. Dus aanstaande maandag hebben we een nieuwe ledenvergadering. En dan hebben we twee kandidaten die zich kan voorstellen. En daaruit wordt gekozen. Ja. Kan je al namen noemen? Nee, ik noem geen namen. Omdat waarschijnlijk... om te beschermen dat die mensen beschadigd worden op het moment dat ze het niet worden. Ja. Wat wordt er nou verwacht heden ten dagen van een voorzitter van het Sobo? Nou, er wordt minimaal verwacht dat hij wekelijks eigenlijk vergadert. Zeker in deze tijd, want het ogenblik is een hele moeilijke tijd wat het Sobo betreft. Het kost me haast iedere dag wel dat ik hierheen moet lopen. Ja. Want ik doe het altijd lopend vanuit Zuid, dus is gezellig. Maar het is wel intensief. Ja. Eventjes, jullie werken veel samen met WoonPlus en de gemeente. Het is een soort driehoek. Wat dat betreft, je zegt er komt veel werk aan. Er gaat eigenlijk behoorlijk gesloopt worden in Schiedam. Daar hebben jullie dan volop mee te maken. Wat is dan jullie bemoeienis precies? Nou, onze bemoeienis wat betreft het slopen zal waarschijnlijk zijn wat we kijken van wat willen de bewoners. En we gaan ondersteunen de bewoners. Onze relatie met WoonPlus gaat veranderen in dit jaar. In wat voor opzicht? Nou, in de afgelopen jaar hebben we altijd onderhandeld over prestaties, afspraken en dat soort zaken. Dat verandert, want er is nu een nieuwe club, een huurdersclub opgericht en dat heet HOW. Ik zeg altijd show, want het moet de stichting HOW zijn en dus zeggen we maar show. Maar het is HOW en die gaat die dingen allemaal behandelen, bespreken met WoonPlus. Aanstaande maandag duidelijkheid, wie wordt de nieuwe voorzitter van het Sobo? Ja. Aanstaande maandag hopen we dat daar duidelijkheid over is. En dat dan de goede gekozen wordt. Bob Venhuizen, directeur van WoonPlus. Een partner die erg betrokken is bij het Sobo. Vandaag het afscheid van Harry Visser. Wat was dat voor man om mee te werken? Wat voor man was dat? Nou, niet al goedemiddag. Want ik vind het een heel aparte man. Laten we dat zo stellen. Een zeer betrokken Schiedammer. Misschien moet ik nog meer zeggen, een zeer betrokken Schiedam uit West. Hè? Want dat was nog meer zijn lievelingsgedeelte. Maar ik heb altijd heel erg prettig met hem kunnen samenwerken. Ik vond het echt een hele leuke gozer. Had ook oog voor de stad. Hij kwam uit West, voelde ook veel voor West. Maar had wel het oog voor de hele stad. Hij kon de helikopterview die je soms nodig hebt, die kon hij maken. Ja. Wat neemt WoonPlus nou voor rol in binnen dat Sobo? Ja, wij hebben jarenlang eigenlijk samengewerkt omdat zij als de vertegenwoordiger van de huurders werden gezien. En dat betekent dat een aantal verschillende overleggen met hun altijd gevoerd werd. Prestatieafspraken en dat soort zaken. Dat met hun, Ik heb begrepen net dat er een nieuw systeem komt. Er komt een huurdersbond. Kan je daar wat meer van vertellen? Nou, inderdaad. We zijn druk bezig om een nieuwe huurdersorganisatie op te zetten. Je ziet dat bij Sobo ook steeds meer andere groepen komen. Zoals particulieren, eigenaren. En het is goed om eens een keer met een eigen groep, alleen maar huurders van WoonPlus, om tafel te gaan zitten. Ja. Betekent dat jullie afscheid nemen van het Sobo? Sobo blijft een heel belangrijke rol spelen. Want zij zijn natuurlijk de bewonersorganisaties die op veel meer gebied actief zijn dan alleen maar SEC de WoonPlus woningen. Men vraagt bij alle organisaties vaak af, heeft het nog nut? Hoe zie jij de rol van het Sobo in de komende jaren? We gaan naar de duurzaamheid. Interesseer zich voor vliegtuigen. Er zijn verschillende onderwerpen waar nog steeds een bewoner betrokken moet zijn bij het beleid van de stad. En van de partijen die er in de stad aanwezig zijn. Nou, we elkaar toch even spreken. Er gaat eigenlijk fors gesloopt worden, heb ik door jullie, bij de Parkweg. Wat zijn een beetje de gebieden die straks behoorlijk gaan veranderen? Op een aantal gebieden zijn we bezig, maar de belangrijkste is inderdaad Parkweg. Ik denk dat dat een heel ander gezicht zal zijn, ook als entree voor Nieuwland. Maar daarachter zit natuurlijk ook nog eens een keer het centrum. Ja. Dat is wel het belangrijkste gebied. Ja. Wat gaat er met die bewoners gebeuren?
Ja, op dit moment zijn we eigenlijk individuele gesprekken aan het voeren met de mensen. Woonwensen aan het opnemen en vervolgens kunnen ze naar verschillende andere plekken binnen de stad. Voor een deel zal binnen de stad blijven, maar voor een deel zal ook de kans aangrijpen om bijvoorbeeld naar Rotterdam of naar een andere plaats te gaan. Ja. Harry Visser, een markante man? Een zeer markante man. Gewoon al hoe hij er staat, met zijn haardos, met zijn gezicht. Het is een grote man, het is een imposante figuur. En zo zal ik hem ook altijd blijven herinneren. En hier staat hij dan, de man die afscheid gaat nemen, moet ik netjes zeggen. Harry Visser van het Sobo. Harry, goedemiddag. Allereerst even de menselijke vraag. Hoe is het met je? Ja, het gaat steeds beter. Je ziet, ik heb mijn pak weer aan. Strik opgedaan. Dus alleen praten is moeilijk. We houden het daarom kort. Harry, afscheid nemen van het Sobo. Er komt straks een nieuwe voorzitter. Dat is altijd. Er komen mensen, er gaan mensen. Hoe kijk je terug op je werkzaamheden bij het Sobo? Nou, het was heel hectisch. Natuurlijk begonnen de overname. Wat problemen. Niet dat er geld weg was, wil ik een keer duidelijk zeggen. Maar volgens ons verkeerd uitgegeven. Verder hebben we een goede 3 ton bezuinigd de afgelopen jaren. Dus ja, vind ik een prestatie. Je hebt heel wat werkzaamheden met name achter de schermen verricht. Even tenslotte heel kort. Hoe zie jij de toekomst van het Sobo? Dat is een gewetensvraag. Dat is afhankelijk van onder andere WoonPlus. Die hebben momenteel wat andere ideeën. Dus het wordt heel, heel spannend. Wat zou je opvolger willen meegeven als wijsheid? Zijgen normaal. Gedragen. Gewoon jongen van de straat. Dan kom je bij Venhuizen. En aan de overkant. Heel ver. Harry, we gaan je in ieder geval bedanken voor je werkzaamheden. 1 ding, de mensen kunnen je bijna altijd vinden in de Erker. In je eigen woonwijk in Schiedam-West. En dan wens ik je nog veel leuke jaren met een lekker borreltje toe. Hey, dankjewel jongens. En bedankt voor de samenwerking.